Hallo Torquels, goed nieuws. Kijk naar een goed nieuwe video van Minecraft Road to the End. En we hebben hier een Enderman gevonden. Dus deze waren op zoek naar diamonds, maar wat die in de vorige aflevering niet gevonden, maar nu probeer ik gewoon die Enderman te pakken. Oké, hier even dit schat, maar oké, even fakkels maken. Moet even snel gebeuren voordat die Enderman weg teleporteert. En nu mag hij gepakt worden. Oh, ik kan er niet meer door. Ja, zo kan het ook. En Enderpool! Oh, nu zitten we echt heel goed. Oh nee, 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 nee. Oh, gelukkig is die skeleton gevallen in de lava. En dan waren we hier ergens heen. Maar ik heb nog steeds geen diamonds gevonden. Maar als we stelsel naar beneden gaan, hebben we hier wat goud gevonden. En daar zitten ook diamonds. Dus die ga ik ook zeker meenemen. Oh, het is ook wel zelfs op bedrock niveau. Want dat was net bedrock. Wordt ons avontuur dan uiteindelijk dan toch nog beloond met diamonds? Oh, het zijn er ook veel. 11 diamonds. Zo hadden we opeens geen, helemaal niks van diamonds. En nu hebben we opeens weer 11 extra. Komt natuurlijk door die fortune. Nog wat redstone. Nu wordt het wel tijd om terug te gaan naar de basis en stilaan voorbereiden om naar de end te gaan, want we zijn toch al bijna klaar. Hier was onze mijn en we hebben echt een hele lange weg moeten afleggen voor die diamonds. We hebben al echt een paar iron pickaxes moeten kapot maken. We hebben ja, flink wat gewerkt. Maar gewoon doorgaan. Zo, we zijn hier nu. Welke kant gingen we ook alweer op? Ah, we kwamen van hier, denk ik. Ja, hier zaten we. En daar hadden we hierheen. Daar hadden we niks gevonden, helaas. En dan was hier de man. Zo. Heel deze richting hebben we helemaal niks van diamonds kwijt te vinden. En als hij goed is, is hier ergens de ladder. En hier is de ladder. En het is dag. We kunnen enchanten en dan meteen naar de village gaan om weer een enderpearl weten te krijgen. Dan ga ik wat zorgen voor pijlen voor in een voor de endfight. En dan zijn we denk ik toch wel bijna het einde van deze serie. Heel veel blokken van redstone maken. 41 blokken. Ook kunnen zelfs meer redstone blokken maken. Redstone hebben we momenteel genoeg. We kunnen ook zelfs heel veel lapis blokken maken. Oh ja, even zien. Dit iron was ook aan het opsmelten. Een extra furnace. Niet verkeerd om te hebben. 8 extra furnaces. Dus plaats ik even op random plekken. Ja, dit is echt een heel erg lelijk plekje. Ik doe dit gewoon zodat ik snel alles kan smelten. Ik ga het ook even opsplitsen. Zou ik een zwaard maken? Ja, ik kan een diamond zwaard maken. En hier is het hout. En we kunnen enchantment krijgen hierop. Oh, ook sharpness 4. Oh, deze is goed, sharpness 4. En een breaking 3. Niet verkeerd. Even nog iets testen. Hebben we een boek ergens liggen?
En hier hadden we ons op ook krat 7 niet gezien. Oh, Charmin is er hier alleen. Dat vind ik ook niet waard. Een goud neem ik mee. Enderpools neem. Nee, enderpools heb ik laat gewoon hier liggen. Gewoon. Voor de zekerheid. Als ik hier nog extra goud heb, kan op smelten nog meer goud. En kool mag mee. Er nog meer kool ergens liggen, zeker. En hier nog kool. En hier ook. Oké, we zijn goed. Onze boot ligt daar ergens verderop. Dus nu moeten we er wel naartoe zwemmen. Oh, ik dacht even dat er een enderman was, maar het is een gewone koe. We hebben echt een OP zwaard nu. Sharpness 4. Heel erg sterk. Poos ga ik gewoon meenemen. Zo. Dan kunnen we varen wanneer we willen. Maak mijn schaar mee. Nee. Maar geen probleem, want we hebben toch genoeg iron. Even zien waar ze in een villager. Ja, ze in. Hier kan ik echt heel veel meer halen. Oké, nu krijgt hij zijn upgrade als het goed is. Ja, nu kan ik ook hem iron weggeven. En nu weer wat kolen. 17 emeralds, wow, dat is veel. Daarvoor krijgen we lekker veel enderpearls. We hebben. Oh, het is echt dringend tijd dat we naar de end gaan. Oh, hier nog wat extra emeralds. En nu nog de juiste villager vinden. Ja, hij is het. Oké. Hopelijk krijgt hij nu zijn upgrade. Ja. Betekent dat we nu nog eens. We moeten even 1 emerald verspillen om nog eens een upgrade te krijgen. Dus hopelijk krijgt hij die dan ook. Ja, hij krijgt die. Oh, deze is, kan verkoopt echt heel erg goedkoop. Zijn enderpearls zijn. We hebben genoeg enderpearls. Nu moeten we geen enderpearls meer verzamelen. Nu is echt. Volop. We moeten gewoon nog wat zorgen voor meer pijlen. En dan kunnen we naar de. En. Wow. Dit is wel weer een aflevering waar ik veel progress in maak. Al zeg ik het zelf. Het werd ook wel eens tijd, want deze serie duurt ook al best wel lang. Aan meer aan landen. En. Ah. Ik denk dat ik deze aflevering zal stoppen zodra we bij de endportal zitten. En dat zijn we nu even niet. We moeten gewoon zorgen dat we de juiste resources meenemen. We kunnen appels maken. Dat moet ik ook zeker en vast niet vergeten dat ik ook appels kan maken. Oh ja, was er ook nog even misschien ook een anvil. Zo. Dan kan ik die even een paar boeken. Deze dingen gaan combineren. Oké, okay, power 5. Kost ons wel 5 XP. En onze boog is bijna kapot. Maar we kunnen gewoon het boog weer repareren door wat een nieuwe boog te maken. Wacht, eerst de juiste wolpoen. Oké, okay, power 5 en flame. Dat is gewoon een goede poog.
Zou ik ook even zou ik een chestplate maken? Ja, waarom niet? Gewoon een diamond chestplate. Misschien niet zo'n goede keuze om een chestplate te maken, maar ja. Dan zijn we gewoon extra beschermd. Wat kan er meegenomen worden? Nog voedsel hebben we. Wol neem ik ook mee. Om mijn bed-end kan ik een bed maken. Om een spawn point te zetten. En nog pols moet ik zeker meenemen. Veertien Eye of Ender, dat moet genoeg zijn. Dertien verder. We moeten gewoon weer gravel gaan verzamelen. Ja, dat hebben we nodig. We hebben gewoon gravel nodig. Dus maak ik even een diamond schep. We hebben gewoon flint nodig. En daar was ergens een. Was het ook. Was hier ergens in de buurt? Was er ergens een Extreme Hills? En daar vind ik echt heel veel gravel. Waar zit die Extreme Hills? Ah, daar. Kijk op de top van de berg, echt heel veel. En fijn, ik heb mijn bootje niet meegenomen. Ik hoop dat ik ook ergens kippen kan vinden. Ja, daar is een kip. Nu moeten we echt gewoon concentreren om veel pijlen te maken, want we hebben helemaal niks van pijlen. Echt helemaal niks. Nog een kip. Oeh, pompoenen. Ik weet niet of we al pompoenen hadden, maar altijd handig als je een in de end zit. Was ergens hier ergens heel veel water? Was hier niet. Maar was daar ergens om naar boven te gaan, maar je kunt hier ook gemakkelijk naar boven gaan. En nu voel ik me echt zo'n bergenbeklimmer. Heb je ooit al bergen bekomen? Ik heb al een paar keer een berg moeten beklimmen als ik bijvoorbeeld op kamp was. Maar was uiteraard met extra veel beveiliging en zo. Maar de eerste keer moet het zon doen zonder beveiliging. En het wordt alweer nacht. Maar we zijn toch goed voorbereid tegen monsters. Ja, daar moeten we zijn. Heel veel lama's. Soms vergeet ik ook dat er lama's in het spel zitten. Want ik gebruik ze echt nooit, lama's. Normaal moet hier echt heel veel gravel zitten. Maar echt helemaal niks hier, blijkbaar. Heb ik me al vergist? Ah, hier zit de gravel. Laten we hopen dat we heel veel flint zullen krijgen. We hebben al een beetje flint, maar niet genoeg. Ons inventaris zit vol. Dirt mag weg, pak ik toch niet. Vier flint, niet genoeg, maar toch wel iets. Oké, we kunnen ook flint weer terug gaan plaatsen. We hadden voortje op een dit hier moet onze schep moeten hebben, dan krijgen we echt heel veel flint. Laat ik even alles weer terug. Dan hoop ik gewoon dat ik ergens weer flint kan krijgen. Lijkt wel een toffe minigame. Heel veel dingen plaatsen.
gravel plaatsen en dan zo'n minigame. Iedereen krijgt een diamond schepje. Dan zien we wie het meeste flint eruit kan halen. Ja, je weet, je kunt ook een heel erg grote toren maken van gravel. En dan, dan daaronder een toortje plaatsen, maar dan krijgt je er geen flint uit. Dan krijg je alleen maar het gravel. Om flint te krijgen moet je het echt weghalen met de hand. Oké, er wordt weer wat gravel plaatsen. En plaats ik per ongeluk de toortjes. Nou kunnen ze gewoon zo plaatsen. Dus val... ja, mijn gravel houdt wel rekening met de zwaartekracht. Het zou ook kunnen zijn als er bijvoorbeeld een mod is waar je echt heel veel moet rekening mee houden met de zwaartekracht. Dat niet alleen terecht op elk blokje moet rekening houden met de zwaartekracht in plaats van alleen mijn gravel en zand. Ik denk als ze dit hier helemaal hebben meegenomen dat we nu genoeg flint hebben. Hoop ik toch. Laat dit nog één keer doen en dan hebben we genoeg. Het is eigenlijk meer het saaie werk, maar het moet ook gedaan worden. En dan krijg ik weer net geen flint waarschijnlijk. Aan toch wel. Oké, nu hebben we het genoeg. Laten we naar boven gaan. Waar kwamen we ook alweer vandaan? Dat is de vraag. Vraag van vandaag. Wacht, is hier die ene village? Gaan we ergens een berg af? Ik weet niet of we nog genoeg voedsel hebben. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Kunnen we ons waar bij de hand nemen, zelfs we worden aangevallen? Oh nee! Oeh, die overleefden we nog net. Nou, dit is creepers ontwijken. En die pompoenen neem ik niet meer mee, want ik heb er toch al een paar en ik ben er toch niet echt iets om mee te doen. Ik denk dat ik hier vandaan kwam. Maar ik weet niet zeker. Ah, daar is de village. Oké. Okay. En dan toch hier. En daar is de toren. Dat is goed. Oh nee, 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 nee. Die skeletons zijn gevaarlijk. Ik moet er naar heen gaan met een omweg. Of ja, dit is eerder niet echt een omweg. Dit is juist een... makkelijker weg. Zo kunnen we erheen gaan zonder te moeten varen. Wat hebben we nodig? Even misschien slapen en andere monsters uitschakelen. Oh. Hebben we apples? 6 apples. Dat is mooi. Zorgt voor 4 extra golden apples. Alles van pijlen nemen we gewoon mee. Dat we hebben.
Inventaris moet echt heel veel op in orde worden gebracht. Moest mij maakt zo. Ah, we hebben net geen stek aan pijlen. Wat hebben we nodig? Dit mag weg. Gewoon zien dat ik alles juist heb van spullen. En echt Paul. Nog één extra mee. Diamond chestplate doe ik ook aan. En dan we alles mee hebben. Even alles controleren. Dus we hebben het eten, check. Hoe armor, check. Golden apple, check. Pijlen, check. Boog, check. Misschien ook wat hout. Moet ik nog even aan denk. En gooi ik een Eye of Ender en dan ga ik op zoek naar het portaal. Oh, het is helemaal die kant op. Oké, dat is tof om te weten. Misschien kunnen we onderweg ook een bootje maken. Of gewoon een bootje van nu meenemen. Zo. Oh, misschien had ik het toch niet moeten varen, want het is lastig om een bootje mee te nemen. Maar kapot te maken dan. Weer zien. Welke kant gaat hij op? Nog steeds deze kant op. En hij explodeert. Gelukkig hebben we er nog 13 over. Even heel erg lang deze kant op gaan. Die vijanden zitten in de weg. Gewoon het water in en de boot te nemen. Ook een eilandje hier. Laten we hopen dat we geen duizenden blokken moeten lopen. Zou wel jammer zijn. Een witch hut. Dat is wel interessant, een witch hut. Dan kunnen we een witch farm maken. Maar dat is compleet nutteloos als je een Minecraft road to the end toe. En er zit zelfs een witch in. Best wel grappig. Denk, zodra we de draak hebben verslaan dat deze serie stopt. Want ik ben niet echt zo van plan om verder te surviven, daar ben ik niet echt van plan. Even nog eens checken, waar gaat hij nu in? Oh, hij moet nog steeds die kant op. We gaan gewoon echt een heel erg lange kant, lange tijd die kant op lopen. Komen we wel ondertussen wel wat obstakels tegen, zoals bijvoorbeeld bergen. Maar als we op een berg staan, kunnen we misschien nog onze Eye of Ender gooien. Ik ben bang dat ik iets ben vergeten om mee te nemen. Oh ja, ik had wol moeten meenemen. Maar hopelijk kunnen we nog onderweg wat schapen moeten vinden. Want dan kan ik mijn spawn point zetten vlak bij het portaal. Als we een bed hadden. Nee, doe de jump. En het is nu ook al bijna middag. Ik heb echt een hele voormiddag dat ik echt super veel video's maak. Vooral van deze serie. Waar gaat hij in? Ik heb nog steeds die ene kant. Hij moet toch ergens geland zijn, ja, Vender. Even F3B doen. Dan kan ik zien waar die geland is. Die... Waarschijnlijk weer ergens in de bomen. Of het is weer geëxplodeerd, dat kan ook natuurlijk. Volgens mij is die geëxplodeerd. Oh, nu moeten we wel heel erg zuinig gaan omgaan met dit Eye of Ender. We gaan gewoon doorlopen. Zonder erin te gooien, want hij wist toch de hele tijd rechtdoor aan.
Nog meer pompoenen. Die we niet mee gaan nemen. Oh ja, hier waren de schapen. Hier zijn de schapen. We hebben ons maar extra veel wol. We gebruiken maar 3 wol nodig. En een village. Dat is het laatste dat we die tegenkomen, maar ik denk niet echt dat we iets nodig kunnen halen. Want nu moeten we echt op weg naar die portaal gaan. Maar wel grappig dat we nog onderweg een village tegenkomen. Had ik niet zien aankomen, eerlijk gezegd. Ook een paar ezels. Een paard zal wel handig zijn, maar we hebben onze zadel niet meegenomen. Zal ik hem gooien? Oh, ik kreeg opeens een melding. En nog steeds die kant. Please explodeer niet. Gelukkig. Gelukkig. Die geëxplodeerd. Ah, ik ben bang dat we niet nog. Misschien had ik toch even moeten wachten voor we echt meer in haar pols hadden, want we hebben nog maar 12. Oké. Ik hoop niet dat die in de oceaan zit, die portaal. Want meestal zit de portaal in de oceaan. En we zitten hier ook bij een oceaan. Even zien. Nog steeds de kant op. Hier had onze boot. Even kippen afslachten voor hun veren. Ja, ik heb het dus, jullie krijgen allemaal veren van jullie. Gewoon de poot nemen en doorgaan. Waarschijnlijk zit die portaal weer midden in het water. Maar we hopen natuurlijk van niet. Hier nog wat bomen en zo. Wie weet waar de portaal in zit. Heel veel vissen, dat is wel tof dat je ook vissen kunt vinden. Water. En deze update. Oeh, misschien die kant op. Misschien dat de portaal daar zit. Oh, village! Wow. Alweer een village gevonden. Die village vinden we echt heel erg vaak dat we een village tegenkomen. Ik denk dat het portaal hier ergens moet zijn. Ah, hij is geëxplodeerd. Is niet goed. Nee. Explodeert weer. Hij wijst terug, hij moet hier zijn. Gelukkig valt hij deze keer wel. Oké, moet hij ergens. Waar gaan we gaan? Moet hij ergens naar beneden gaan? Maar waar? Laten we gewoon hier gaan. Ik hoop gewoon nou nog ergens een enderpool weten te krijgen beneden. Oké, 2 bij diep. 2 keer een gang beneden.
Ja, we zitten in de juiste buurt. En ook zitten slimes hier. Oké, we moeten gewoon een portaal weten vinden. In te vinden. Was er hierin niks? Door zit in de weg. Hop. Oh, hier zit de portaal. We hebben hem gevonden. Oh nee. We hebben net een tekort. Nee.